het hier? Het is hier. Goedemorgen, Martin. Een pleurisweer, man. Een koude vat hier, jongen. Ja, dat begrijp ik. Ja, we hebben een penthouse wat in de verkoop komt in de Waterstadtoren. Oh. Om dat eens op jouw bekende positieve manier onder de aandacht te brengen. Nou, laat maar eens zien dan, dat hele penthouse. Nou, Waterstadtoren. Nou, je hebt dan een entree, zeg maar. Dat zal dan dit wel zijn. Ja. Nou, we gaan eens kijken. Die doet het al niet. Begin is al kapot. Jongen, wat een gammele zooi. Kijk, die gaat naar 22, die naar 5 en 7. Dit gaat naar 5 en 7. Nou, we gaan er eens even kijken. 36. Wat? 36? Heb je enig idee hoe hoog het hier is? 36, dat is hoog. Ja, dat is zeker hoog. Dat is heel hoog. Ja. Nou, dan gaan we. Jezus, dit is het lang. Ja, ik kan er niks aan veranderen, Martin. Nou, we zijn er. Nou, dit is jammer dat je dus gelijk die andere toren ziet. Hoe noem je dat nou, die Big Apple? De Red Apple. Nou, daar kijk je dan recht op uit. We staan hier in de woonkamer. Wat vind je van die ruimte? Ja, op zich een beetje benauwd, maar... Ja, je kan er wel wat van maken natuurlijk. Hè. Kijk, hier kun je overheen sausen. Dus als je het wit maakt allemaal, dan is het natuurlijk wel dan is het al ietsje beter. Nou, je ziet hier bijzondere muurschilderingen in het appartement. Wat vind je ervan? Ja, op zich lekker vrolijke kleur. Het is een soort kliniclown. Ik zeg dopneus erop en hollen maar weer. Ja, kijk, je kan met een dikke roller kun je er natuurlijk gewoon zo lekker overheen rollen. Dan heb je een mooi wit dingetje. Daar kun je dan een leuk schilderijtje op hangen. Kun je daar ook mee doen met die moskee. Kun je gewoon overheen kalken, weet je wel. Nou, heb jij natuurlijk een roemrucht klusverleden. Wat is nou het eerste? Ja, dus ik zou, weet je wel, met een grote dikke emmer kalk zou ik hier wel even flink huishouden. Het is dan de keuken, ja. Wat vind je van die keuken? De kluis hier, daar kun je dan je zwarte geld inleggen. En ben jij een beetje een kok? Nee, ik laat alles komen. Gewoon, ik bestel. Maar ja, dan moeten ze hier natuurlijk met die pleurislift. Ja. En dan moet je natuurlijk, daar sta je al een kwartier in. Dus dan is je vreten altijd koud. Mooi, hè? Wat? Dit? Een beetje of ik bij de tandarts zit. Wat mis jij nou in dit appartement? Nou, het uitzicht. Ja. Hoog hoor, leuk. Je hebt natuurlijk twee appartementen op de verdieping. Wie zou dan je favoriete buurman zijn? Hè? Een buurman? Ja. Heb je ook nog buren? Verschrikkelijk. Die woont hiernaast. Die woont ernaast, ja. Dus je zit niet echt vrij? Niet helemaal. Je zit met een buurman? Ja. Oh. Maar als je dan moest kiezen? Ja, dan zou ik een buurvrouw nemen dan. Oh, dat is de groenvoorziening, zie ik. Dan kun je dan je drugs telen. Nou ja, kijk. Maar als je dan bijvoorbeeld Kijk, groeit, je wiet groeit tegen de muur omhoog. Ja, dat is wel waar. Dat is een kwestie van een beetje bijknippen. En dan kun je met je toetertje kun je op je lichtstoel kun je naar buiten kijken. Wat kost die bouwval nou? We moeten de prijs nog even definitief afstemmen. Maar waarschijnlijk 1,2 miljoen euro. Wat? Ja. 1,2 miljoen euro. Ja. Nog in geen 1,2 miljoen jaar, mensen, dat ik hier ga zitten. Ja, maar ja, er zijn er je hebt geen tuin. Ik heb geen tuin. Nou, je kan ook op de bank zitten. Ja. Maar jammer dat je dan de tv niet ziet. Die zo'n pleurisend bij je vandaan staat. Maar hier heb je een badkamer. Dat is wel lekker ruim, hè? Dat als je je kont verkeren, dat niet gaat. Lekker hoor. Kom jij graag in... Oh, de markthal. Zie je hem liggen? Ja, ik zie leuk. Ja, dan kun je er straks nog even boodschappen halen. Ja. Want we krijgen nog een hogere, hè? Ja, de Zalmtoren. Lekker man. Hoe hoog wordt die? 200 meter. Tutti-frutti. En dit is? Nee, 110, hè? 110. Ja. Een fluttorentje eigenlijk. Als je ze naast elkaar zet. Ja. Helemaal een reden om dit niet aan te schaffen. Oh ja, en wat kun je hier dan doen? Slapen. Onder andere, ja. Nog wel een tweede badkamer. Oh, kijk nou. Nou ja, je kan hier wel kakken. Dat is altijd belangrijk dat je in je appartement kan kakken. Hè? Nou, ik heb het gezien. Ja, vond je het wat? Nou,
wat moet je ermee? Ja. Je moet altijd met de lift. Ja. Je hebt geen tuin. Nee. Je kan eigenlijk op deze hoogte kan je geen raam openzetten, want dan waai je gelijk dwars door je eigen appartement. Ja. Als, zie je wel voordelen. Sanitair klein, weet je wel. Ja. Keuken, benauwd. Ja. Vloer, glad. Ja. Plafond laag. Nee, dat is dan weer aan ons om dat om te draaien, om er iets moois van te maken. Ja, maar ja, jullie zijn makelaar. Ja, ja, precies. Ja. Nee, ja, nou, jullie belazeren de kluit, ik niet. Ja, ik zeg gewoon de waarheid. Ja. Jullie draaien alles mooi. Jullie gaan zeggen, riant appartement met fantastisch uitzicht. Zo gaan jullie het in die folder zetten. Ja, nou, maar je hebt gezien dat er niks van klopt, hè? Je ziet dat er geen reet van klopt. Ja. Nou, ik ga weer in die benauwde lift staan. Ja. Je zoekt het maar uit. Nou, dankjewel, Martin. Ja. Leuk. Leuke samenwerking ook. Heel erg leuk. Daar is je lift, Martin. Ja, daar is hij dan. Nou, succes met je Remax. Dankjewel. En dan altijd wel helemaal naar beneden gaan, toch?